Je weet dat je jou moet zingen. Dat is niks. Steek ook dan met. Kom maar een buk. Zo, maar jullie hebben gelukkig ook ondersteuning bij. Dat is heel fijn, want in coronatijden, zoals je ziet, is alles een beetje anders. Maar jullie hebben goede ondersteuning mee. Ik niet, want in coronatijden is er geen personeel voorzien voor mij. Dus het is een beetje de doe-het-zelf-zaak op zichzelf. Maar ik denk dat dat wel in orde gaat komen. Alleszins van harte welkom in ons gemeentehuis in deze coronatijden. Toch wel heel bijzonder. Maar dat neemt niet weg dat natuurlijk belangrijke gebeurtenissen moeten kunnen blijven doorgaan. En dit is er toch zeker zo wel eentje. De getuigen hebben inderdaad ook hun plaats gevonden en straks een kleine taak om mij te ondersteunen. Nu, we zijn uiteraard samen voor de voltrekking van een huwelijk, dat wisten jullie al. Maar voordat ik jullie die belangrijke vraag mag stellen, word ik geacht eerst en vooral de wet voor te lezen. Gelukkig niet heel de wet, want dan zaten we hier vanavond nog. Nee. We gaan enkel hoofdstuk 6 van het burgerlijk wetboek voorlezen. Want dat is iets, daar staat iets belangrijk in voor jullie. Daarin staat dat echtgenoten jegens elkaar tot samenwoning verplicht zijn. Ze zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. De echtelijke verblijfplaats wordt door de echtgenoten in onderlinge overeenstemming vastgesteld. Bij gebreke van overeenstemming tussen de echtgenoten doet de familierechtbank uitspraak in het belang van het gezin. Is een der echtgenoten afwezig, onbekwaam verklaard of in de onmogelijkheid zijn wil te kennen te geven, dan wordt de echtelijke verblijfplaats vastgesteld door de andere echtgenoot. Het huwelijk wijzigt de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet. Iedere echtgenoot heeft het recht een beroep uit te oefenen zonder de instemming van de andere echtgenoot. En iedere echtgenoot draagt in de lasten van het huwelijk bij naar zijn of haar vermogen en zijn of haar staat. Dat moest ik eventjes meegeven voor ik jullie de toch wel belangrijke en mooie vraag mag stellen. Eddy Frans Margriet Segers, neemt gij tot uw wettige echtgenote Anita Wouters? Ja. Anita Wouters, neemt gij tot uw wettige echtgenoot Eddy Frans Margriet Segers?
In naam der wet verklaren wij dat door het huwelijk verenigd zijn Eddy Frans Margriet Segers en Anita Wouters. Proficiat. Nu, dat is natuurlijk fantastisch zo, een mondeling akkoord. Maar zoals dat gaat in de gemeente, hebben wij dat ook graag schriftelijk. Tegenwoordig is dat schriftelijk niet meer zo heel letterlijk, maar is dat digitaal gehandtekend in onze systemen. Dat neemt niet weg dat wij een huwelijksakte neerschrijven. En ik ga eventjes voorlezen zoals dat die bij ons in de notulen zal staan. De huwelijksakte. Op 30 mei 2020 verschijnen voor ons Gerings Veerle, burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zemst. Na vervulling van de formaliteiten voorgeschreven in het burgerlijk wetboek en na voorlegging van de vereiste stukken. De contractanten verklaren elkaar tot echtgenoten te nemen en wij spreken uit in naam van de wet dat zij door de echt zijn verbonden. Eddy Frans Margriet Segers, geboren te Merchtem op 18 mei 1957. Enerzijds, en Anita Wouters, geboren te Duffel, op 8 september 1972, anderzijds. Dit huwelijk is in het openbaar voltrokken in het gemeentehuis in de aanwezigheid van de getuigen Van Riet Mark Albert Julia, geboren op 25 juli 1964, en Van Dam Rita Josefina, geboren op 24 mei 1958. Als dat helemaal klopt, ja, getuigen moeten altijd iets prijsgeven in deze plechtigheden, hun geboortedatum. Maar als dat allemaal klopt, gaan wij dat straks, ga ik dat straks digitaal ondertekenen en dan is dat dadelijk een feit. Ik geloof jullie op jullie ja-woord, we gaan dat dadelijk ook ondertekenen. Nu natuurlijk, dat is allemaal heel mooi, zo een digitale wolk. Maar als gemeente vinden wij dat een beetje sneu, dat er ook geen herinnering fysisch meer is. En daarom hebben wij wel een huwelijksboekje. Dat is niet meer de formele versie zoals vroeger, maar dat is toch wel voor ons emotioneel een mooie herinnering aan dit moment. En daarin willen wij verzoeken dat het koppel en de getuigen toch wel nog een handtekening zetten, zeg maar, om het te verzegelen. Zij het dat het digitaal wel gebeurt, maar bij deze is dat een mooie herinnering van vandaag. Dus eerst Eddy en Anita. Voilà, dan gaan we dat ook aan Eddy vragen. Zo, en dan gaan we dat vragen aan Mark. Ja. Ja, met uw vele bijnamen, hè. Dat is ook altijd een verrassing, hè, die we prijsgeven bij een getuigenis. Ja, dat is dat al uw echte namen ermee worden vermeld. Voilà, dan willen we dat aan mevrouw Van Dam ook vragen. Voilà, voilà. Zo, ja, dankjewel. Dan gaan we daar nog een handtekening bij voegen. Voilà, hè. En dan hopen we dat dat boekje natuurlijk vol met boeiende levensavonturen volgeschreven geraakt, bij wijze van spreken. Dan heb ik begrepen dat er ook ringen zijn. Mm-hmm. En dan wil ik vragen, ze staan hier zelfs al klaar. Dan ga ik aan jullie vragen, Eddy Frans Margriet Segers, wil jij jouw kersverse wettige echtgenote Anita Wouters de ring aanreiken? Jan is van Segers. En dan gaan we dat ook vragen. Anita Wouters, wil jij jouw kersverse wettige echtgenoot Eddy Frans Margriet Segers de ring aanreiken? Ja? Ja. Voilà, voilà. En ze passen. Dat is echt wel heel mooi. Nu, namens het gemeentebestuur wensen wij jullie natuurlijk een dikke van harte proficiat. Hè? En wij hopen op jullie levenspad dat er mooie dingen komen. En wij doen dat niet alleen mondeling, wij doen dat natuurlijk graag ook met een kleine attentie. En dat is een financiële kleine attentie, zeg maar. Dat zijn Z-checks, die zijn alleen geldig bij de lokale ondernemers in Zemst.
Buitenzemst is het helaas niks waard, maar binnenzemst des te meer. Onze Z-checks, en we hebben daar ook nog een kleine attentie bij. Waar het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat is een grote verrassing natuurlijk. Alsjeblieft. Okay. En dan zend ik jullie en jullie getuigen die jullie zullen helpen en de hele zaal graag op pad met nog een laatste boodschap. Toch wel, het is niet onze core business, maar we geven het graag mee, een boodschap van liefde. Want liefde is toch wel samen een waagstuk beginnen waarvan jullie weten dat het de moeite waard is. Het is ook uren op zoek gaan langs een stille weg. Het is als wanneer jullie hart op volle toeren is gaan draaien. Liefde is ook een stukje afstand nemen van je eigen ik en met de moed in je handen naar de ander toe gaan met de hoop dat hij of zij je neemt zoals je bent. Het is beseffen dat je alleen niet kan wat je met twee zeker wel kan. Het is steeds de moed kunnen opbrengen om vergeving te vragen en om zorgeloos van het mooie te kunnen genieten. Liefhebben is ook een kunst die moet geleerd worden, met veel geduld en liefde, en die dan pas groot is als de een voor de ander alles over heeft. En met deze mooie boodschap zenden wij jullie allen samen graag richting een verder mooi leven. Voilà, proficiat. En een dikke ruimte. Dan geef het nu in handen van de ceremoniemeester, die uiteraard jullie zal begeleiden in de verdere uittocht, zeg maar. Want je hebt daar wel een beeld over, had ik begrepen. Ja, ja, ja. Ja. Voilà. Bedankt. Aan jullie de zaal. Heel graag gedaan. Ja, ze zijn daar. Ja, kom maar. Maar hij doet wel nog altijd tuut tuut op het moment dat hij...
maken.